Goedemorgen, jullie kijken weer naar een nieuwe vlog en jullie zien het goed. Ik zit in de auto. Ik ben onderweg naar Zuid-Beierland en daar is eigenlijk de hele dag is daar een modeshow in de winkel Konijnendijk Mode. Een soort van een kick-off waar ze de nieuwste trends van het voorjaarsseizoen gaan showen. En ik ben de presentatrice van de dag. We hebben echt fantastische winacties. We hebben Nicky Plessen. Er worden allemaal foto's gemaakt, er worden video's gemaakt en er zijn allemaal topmodellen. Ik voel me heel erg vereerd dat ik deze modeshow mag gaan presenteren. Voordat ik daar ben, moet ik natuurlijk ook even ontbijten. Dus ik heb net een broodje gehaald bij de benzinepomp. En dit was de filet américain deluxe. Heerlijk, ik heb hem wel gevraagd van de uitjes, want anders heb ik de hele dag die smaak in mijn mond. En dat is niet zo fijn wanneer je moet presenteren. Maar super leuk dat je weer kijkt. Ik ga alles weer filmen. En misschien zie ik een paar van jullie ook daar. Want het is open dag voor iedereen. En ik zou zeker even komen. Alhoewel, als je dit nu hoort, dan is het al voorbij. Goed, ik ben gearriveerd bij Konijnendijk Mode. En dit zijn de ladies. Hallo. 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 Stel jullie even voor. Ik ben Manon. Ik ben Saskia. En ze hebben mij echt er doorheen gesleept nu al. Want kijk, dit zijn al mijn kaartjes. En, maar goed, we hebben het net doorgesproken en het ging al heel erg goed. Ja. De modeshow begint over een half uurtje, denk ik. Ja. Ja. En dan gaan we knallen. Dan beginnen we met ronde 1. Ja, ik vind het jammer dat het niet meteen live is, want dan konden we meteen zeggen... Ja, joh, meiden, kom allemaal even langs. Ja. Maar we hebben heel de middag, hè? Dus ze kunnen. Ze kunnen nog komen. Ja, het staat in ieder geval op mijn Instagram, dus wie weet. Daarom, dat is waar. Precies. We hebben er heel veel zin in en wij gaan volgens mij gewoon knallen met deze show. Zeker. Yes, leuk. Ja. Ja? Ja, natuurlijk wil ik met jou op de foto. Wil jij in mijn vlog? Ja. Dat is ook wel leuk, hè? Nou, ik ben dus nu in Konijnendijk Mode. En wie ben jij? Stephanie. En wij gaan even samen een mooie foto maken. Helemaal leuk. Heb je ook al een foto gemaakt met Nicky Jesse actie? Zo, welke foto is van jou? We gaan eens even kijken. Oh, dit ben jij. Superleuk. Nou ja, zij maakt dus kans op een Nicky Plessen item. Ze waren 100 euro. Dus alleen maar leuke acties hier, hè? Nou goed, wij gaan even een fotootje maken. Doei. Ik ben Julia en ik kijk nog naar Laura. Ze maakt een hele tip. Abonneer allemaal. Je mag even dankjewel. Heb je al mooie dingen gezien? Ja, ik heb een truitje van Nicky. Oh, mooi. Superleuk. Die heb je gevonden. Die ja. Doe jij ook mee met de Instagram actie die ik doe? Nee. Met die schoenen? Nee. Zal ik jou dat eens even laten zien? Dan moet je wel aan meedoen. Ja. Want dat kijk, dat zijn dus deze schoenen. Ja. Als jij deze foto deelt op jouw eigen Instagram, maak jij kans op die schoenen. Okay. Ik kies, aan het einde van de dag kies ik één iemand uit die die schoenen mee naar huis moet. Nou. Meedoen. Dat zou ik vooral even doen. Leuk. Ja. Doei. Nou, de eerste modeshow zit erop en we gaan nu zo verder met modeshow 2. Ik ga even kijken dan of iemand mij kan filmen op het podium, want anders dan zien jullie ook niet wat ik doe. Ik wil jullie even laten zien wat ik aan heb, want het is echt een super leuke outfit. Gewoon van Konijnendijk Mode zelf. Ik heb een hele mooie witte blouse aan. Zoals jullie zien schijnt die een beetje door. Maar ik vind dat dan wel mooi met een donkere BH eronder. Ik heb een hele gave broek. Zeg maar een wijd modelletje. Maar zoals je ziet zit die vrij strak bij de billen. Dus dan is het niet heel lomp, zeg maar. Is het gewoon vrij vrouwelijk. Ik heb wel mijn eigen hakken aan. En ik heb een leuke poncho erover. En ik voel me eigenlijk een beetje... Pocahontas. Dus ik zit er helemaal in. En straks begint de tweede modeshow. Volgens mij zijn er ook heel veel nieuwe mensen binnengekomen. Van harte welkom. Namens Konijnendijk Mode en namens mijzelf. Ik ga me toch nog even voorstellen voor de nieuwe mensen. Ik ben Laura Pontecorvo. En ik ben jullie host van vandaag. En voor iedere modeshow ga ik eventjes kletsen over de nieuwste trends. En ik heb ook iets heel erg leuks voor heel veel van jullie, want we hebben fantastische acties. We hebben net een actie gehouden beneden in de kelder met Nicky Plessen. Goed, we gaan verder met ronde 2. Crazy pastels. Nou, je hoort het al. Pasteltinten. Prachtig voor de zomer. De zachte zalmkleurtjes. Lichtroze, babyblauw, etc. En wij laten zien dat je het ook kunt combineren met... Kijk je allemaal video's? Ah! Gaan wij een polaroid maken? Ja. Ja.
Erop. Ik heb me weer omgekleed naar mijn eigen saaie zwarte outfit. En het is heel erg goed gegaan. Ik vond mijn outfit ook vooral heel erg leuk. Ik voelde me echt een Pocahontas. Dus nu is het tijd om lekker naar huis te gaan. Ik ben toch wel moe, maar het is echt heel erg goed gegaan. En wat een leuke meiden ook hier. Iedereen was vriendelijk, iedereen was leuk. En ja, ze hebben vooral hele vette kleding. Dus kom je uit de buurt van Rotterdam en omstreken, moet je zeker even een kijkje nemen bij Konijnendijk Mode. Goed, ik was net dus in Zuid-Beierland. En dat is eigenlijk helemaal niet zo ver van Roosendaal. En er zit een outlet in Roosendaal. Nou, daar word je echt helemaal wild van. Het heet Rosada Outlet, toch? En ja, daar gaan we even naartoe. Mijn vriend is aan het uitruimen. Jullie denken waarschijnlijk van, hoezo laat je niet zien wie het is? En hoezo rij je niet? Nou, dat is de reden. En wij gaan eens eventjes kijken of ze een paar leuke, geweldige sales, outlet, Nike's. Wat wil je doen? Nike, wil je heen gaan? En wat heb je nog meer? Van een heleboel. Oh my god. Ik laat jullie straks zien als ik misschien iets leuks heb kunnen vinden. Nike. Dat zijn leuk, jongens. €50 en dan gaat er nog 30% van af. Bam. Oh. Ja, sorry, ik kan het. Maar toch? Oh, maar goed. En hoe staat het? Dan moet je even kijken, spiegeltje. Ja, deze wil ik wel hoor. Dat is 30%. Nee, 38%. Waar is de spiegel dan? Rechts. Ja. Die zijn denk ik wel leuker voor jou. Zijn deze leuker? Dan die groene. Wat vinden jullie? Jammer hè, dat het geen livestream is. Kon ik meteen. Oké, wacht. Weet je wat we doen? We doen dit. Let niet op mijn sokken. Oké, wat zeg jij? Ja, die Max is leuk, zijn, kijk maar. Trek dit niet meer. Dit is heel leuk, maar als je daar dus de hele dag op hebt gestaan, op hoge hakken, huid niet meer vol. Dus dan heb ik nieuwe schoentjes. Oké, mijn sokken zijn wel echt te fout voor woorden, dus daar moeten jullie echt niet naar kijken. Die zijn van Fred trouwens. Oh. Oké, dan kan ik er weer tegenaan. Is dat cool? Super cool. Let's go. Let's go. Doe die in de tas. Hi jongens, jullie zien het goed. Ik lig in bad. Heerlijk. Ik ben lekker bij mijn vriend thuis nu. En hij heeft een bad. En dat heb ik zo in mijn leven gemist. Een bad. Bij mijn ouders had ik ook altijd een bad. Wat vind ik dat lekker zeg. Maar in Amsterdam heb ik alleen maar een douche. Maar ik lig lekker even in bad. Ik ga even lekker nog even een half uurtje chillen. Fred is me aan het appen. Maar het is altijd wel eng om te appen in bad. Want als je dan je telefoon laat vallen, ben je echt een sjaak. Dus dat moet ik ook gewoon eigenlijk niet doen. Dan ga ik even lekker afspoelen. En dan ga ik op de bank ploffen.
Het is een hele leuke, maar vooral hele lange dag wel. Dat merk ik dan nu aan mijn voetjes. Maar het was zo gezellig. Het was echt een fantastische dag. Genoten in ieder geval. Ik vind de mensen aan die kant in Zuid-Holland ook altijd zo lief en zo vriendelijk. Ik heb echt hele leuke mensen ontmoet vandaag. Nou, ik denk dat ik eigenlijk maar gewoon de vlog lekker ga afsluiten. Zodat ik lekker kan chillen op deze zaterdagavond. Dus ik wil jullie heel erg bedanken natuurlijk dat jullie weer hebben gekeken naar mijn vlog. Ik hoop ook dat jullie het weer leuk vonden om te zien hoe zo'n werkdagje voor mij daar dan aan toe gaat. Ik ben voldaan. Ken je dat? Dat je echt gewoon een heerlijke werkdag hebt gehad. En gewoon met een fijn gevoel weer thuis bent. En denk yeah. Nou, morgen is weekend voor mij dan. Morgen is zondag. En ik ben morgen de hele dag vrij. Dus dan ga ik echt optimaal chillen. En maandag weer een nieuwe week. Kan niet wachten. Dus voor nu denk ik maar een hele dikke kus. En tot de volgende keer. Oh ja, en vergeet je niet eventjes te abonneren. En duimpje omhoog. En je kent het allemaal wel. Dat zou ik ook tof vinden. Tot de volgende keer. Doei doei.